Oh my god. Oh my god. Wauw, je moet je... Hij eet ze niet. Niks. Goedemorgen. En leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Het is onwijs vroeg. Ik werd echt op een rot manier wakker. Want mijn broer die was eten vergeten voor werk. Dus hij stond beneden te bellen en te bellen en te bellen en te bellen. En de honden gingen blaffen. Dus dat is zo rot wakker worden dat je gehaast naar beneden moet rennen. Maar goed. Ik ben wakker en ik ga mijn video's editen. En ik moet ook nog stofzuigen, ik moet dweilen. Ik ga zo lekker douchen. En ja, even een beetje de dag beginnen. Maar eerst even wakker worden, want... zo vervelend wakker worden. Hallo, Angel. Hallo, Potje. Even Potje. Wat? Wat? Ja, je hebt me nou geen boter geven. Ik ga je me nou geen boter geven. Knuffie, bevind jij? Hallo, kleine dwarsfluit. Hallo, poffie. Poffie. Hallo, andere poffie. Oh, jij bent echt een lazy hond, hè? Naar de dierenarts moet. Nog een eens binnenkort. Ik denk wel redelijk snel. Gisteren nacht heeft Angel zitten overgeven. En normaal altijd als ik zeg of hij een koekje wil. Ik zal het niet hard zeggen. Maar of hij een koekje wil, dan springt hij op. En dan komt hij gelijk. Maar je hebt niet echt zoveel zin, hè. En kijk. Als ik hem brokjes geef. Hij eet ze niet. Niks. Kier. Eet ze maar, jongens. Ze zijn van jou. Hé. Hey. Wat is het, schatje? Voel je je niet zo lekker? Ga je nu mijn arm leunen? Ik wacht voor vandaag nog even. Ik hoop wel dat hij iets eet. Ik heb hem net wel een koekje gegeven. Maar... Normaal eet hij alles veel sneller. Nu is het echt zoiets van, ja... Het is maar omdat jij mij dwingt nu om iets te eten. Maar moet je kijken... En Bomba, die zit hier wel lekker te smikkelen, hoor. Dus hij voelt toch niet zo lekker. En gisteren werd ik dan wakker, omdat ik hem natuurlijk hoorde overgeven. Dus ik dacht bij mezelf van, ja, heel de gangpad lag onder kots. Ik dacht, nou, dan ga ik het maar even opruimen. Maar gisteravond deed hij al een beetje raar. En nu doet hij nog raarder. We gaan niet ziek worden, hè, jongen. We gaan niet ziek worden, pandabeertje van me. Hij gaat gewoon op zijn brokjes liggen. En ik zweer het je, dat doet hij normaal nooit. Dus ik hou hem er even voor gezien voor vandaag. Maar als hij vanavond zijn avondeten ook niet eet, dan ga ik morgen echt naar de dierenarts. En dan ga ik nu lekker noedeltjes eten. Ik moet alleen nog eventjes het water afgieten. En dan ga ik lekker noedels eten. En dan ga ik in de tussentijd eventjes YouTube kijken. En daarna ga ik lekker douchen als ik klaar ben met eten. It's time to take a shower. Fris en fruitig. En over frisse fruit al gesproken. Dat vertel ik jullie zo. Maar eerst even... Afdroog. Dit is altijd zo'n fijn gevoel na het douchen. Het kietelt, maar aan de andere kant voelt het ook echt lekker. En wat ik wou zeggen over frisse fruiter is... Nigel en ik hebben vroeger op fitness gezeten. Toen gingen we bijna elke dag. Maar op een tijd gingen we bijna niet meer. Het was zelfs zo ver dat we wel betaalden. Maar we gingen niet meer.
Dus toen hebben we maar gezegd van weet je, we stoppen gewoon met fitness. We sluiten onze contract af en we stoppen gewoon met fitness. Maar een paar weken geleden zei hij tegen mij van ik wil wel weer gaan fitness. Ik wil mijn lichaam gewoon goed gaan trainen. Mijn armen, mijn rug, mijn nek, weet ik veel wat hij allemaal zei. En ik dacht bij mezelf ook van ja, ik wil eigenlijk ook wel weer gaan fitnessen. Want ik vind me een beetje chubby worden. En ik wil gewoon mijn lichaam ook strak hebben en gewoon goed hebben. Tot ik in ieder geval een soort van sport heb. En tot ik me gewoon even mijn energy kwijt kan in fitnessen. En dat ik gewoon het gevoel heb daarna van, ha, dit was een goede workout. Ik voel me goed. Let's go. Want de laatste tijd is het alleen maar eten, eten, eten. Maar ik beweeg heel weinig. En dat is natuurlijk ook niet goed. En nu valt het misschien nog wel mee. Maar misschien over een jaar word ik wel echt chubby, chubby, chubby. En dat wil ik gewoon niet. Dus misschien gaan Nijs en ik binnenkort ons inschrijven bij Basic Fit. En dan gaan we daar fitnessen. Maar ik zal het eventjes vanavond aan hem vragen hoe het er waard. Hij had iets over een familiepas of weet ik wat allemaal. Dus ik zal het vanavond eventjes aan hem vragen. En dan komen er sowieso binnenkort fitness vlogs. Dat is ook wel eens een keer iets anders en iets leuks. Wil jij nou wel een koekje, Angel? Wil jij wel een koekje? Oh, groot zo, jongen! Grote jongen! Misschien voelde zich die wel eventjes niet lekker. Nee, je moet ook niet zo snel. Maar vannacht was het overgeven, by the way. Op de tapijt boven vannacht. Ik ben er nog uitgegaan om alles op te ruimen. Oh, ik wou wel. Ik heb niks gezien. Nee. Groot zo, jongen! En daar hebben de brokken ook op, zie je. Ik had ze een beetje brokjes gegeven. Ja, dat is waar. Maar het gaat volgens mij wel weer wat beter. Je drinkt ook al, zie ik. Goed zo, jongen. Wij gaan zo meteen lekker eten. Papa heeft gekookt. Oh, we gaan wel eten. We gaan lekker eten. Oh, nou, aardappeltjes met kip, ei en sla. En ik heb net 46 minuten aan de telefoon gezeten met Natasja. Dat vond ik wel even fijn, even gezellig praten. Nou, we gaan eens eten, dus het wordt maar eventjes tijd om de tafel te gaan opmaken. En in de tussentijd heb ik wat YouTube filmpjes gekeken, heb ik Netflix gekeken. En ben ik ook nog eventjes op Ark gegaan. Je weet dat je goed gegeten hebt als je aan de hik bent. Top. Ik wacht tot ik uitgehikt ben en wow. In de tussentijd ga ik eventjes roodrubbers afkijken. En ik kom nog een keer in hik. Dat is zo vervelend als je aan het praten bent. En zorg dat mijn hik weggaat. Want om zo te blijven praten, dat gaat hem niet worden. Ik heb best wel een handige tip. Als je bijvoorbeeld haast hebt of je moet even snel tanken of geld wegbrengen of even snel ergens naartoe, bijvoorbeeld boodschap of zo. En je hebt geen zin om te zoeken naar kleding en je hebt je pyjamaatje aan. Wat je dan gewoon kan doen is je pyjama aanhouden, een knoopje maken in je pyjama en dat dan zo opvouwen. En dan de lengte zetten hoe hoog of hoe laag jij het wil. Nou, ik heb het een beetje om mijn heup. En dan heb je gewoon een t-shirt. Je legt gewoon een knoopje in. Je verdwijnt het knoopje onder je t-shirt. Of je laat het gewoon lekker zo. Wat ik gewoon lekker doe. En je hebt een t-shirt en je kan gewoon gelijk de deur uit. En als het toch maar even eventjes is. En je hoeft je jas niet uit te doen. Of het is eventjes te snel. Is het toch gewoon makkelijk. Ik ga nu eventjes weg. Want Nijntje staat beneden op mij te wachten. Want die moet eventjes geld wegbrengen naar zijn oma. En zijn moeder ophalen van werk. Dus daar ga ik eventjes gezellig mee. Daar heb je hem mooi. Hallo. Wat heb je in je handen? Oké, wat is het? Je laat iets vallen. Serieus? Wat is dat? Oh, een stimmeron. Slijmreclame. Daar komt ie. Da-da-da-da. Da-da-da-da-da-da. Oh, wacht, zal ik de deur even open doen? Is het gelukt? Ja, ik heb die kook. Go. Oké, waarom moet het altijd druk zijn? Waarom? Oh my god. Oh my god. Faal,
je moet je alarmlicht nog uitdoen. Grootste. Grootste fout ever. High speed, high speed. Oké, okay, je noemt dit high speed. Oh ja. Heb je het geld aan je oma gegeven? Ja, ja. Oké. Oké. Oké, ik moet scherp op bocht. Overdrijven is ook wel fuck bij jou, hè? Nee. Je weet dat het bijna kersttijd is als je dit ziet. Hallo meneer. Wij zijn thuis en kijk eens wat Nigel voor me heeft gemaakt. Pizza! Pizza, pizza, pizza! Oh, je hebt het ook nog mooi gesneden. Precies hoe die plakjes liggen. Nigeltje, die is net naar huis gegaan, maar ik heb ook echt soms een soepkip van een vriend, want hij heeft zijn telefoon niet laten liggen. En je kan duidelijk merken welke telefoon van mij is. Oh, zie je die barsten? Deze telefoon is van Nigel, deze telefoon is van mij. Met zijn werk laat hij hem altijd vallen. Dus de achterkant is echt helemaal beschadigd. De voorkant is helemaal beschadigd. Maar goed, ik kreeg net een appje. En hij is nu onderweg hier naartoe om zijn telefoon op te halen. Soms, als zijn hoofd niet vast zat, zal hij zelfs die nog vergeten. Dus ik ga vast naar beneden lopen, zodat hij ook gelijk weer weg kan gaan. Want hij heeft morgen een cursus. En dan is het uiteraard wel belangrijk als hij zijn telefoon bij zich heeft. Daar heb je hem. Want ben je soms ook soms een oenemeloen, hè? Je hebt hem wel nodig morgen op je cursus, hè? Ja. Nou, ga snel naar huis, schatje. Ik ga lekker slapen. Ik wil jou bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vond je deze video leuk? Beloon dan zeker met een blauw duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd? Abonneer op mijn YouTube kanaal. Het is volledig gratis hier beneden. En dan zie ik jou morgen bij een nieuwe vlog. Doei doei!